VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV blijft maar punten pakken en speelt zich bijna veilig. Zometeen de beelden. We kijken vooruit naar een soort van finale. De wedstrijd zaterdag tegen Excelsior. En directeur Marco Bogers roept op voor een volle koel. Gemakkelijk langs Van Krooij, maar dat is dan ook geen verdediger. Opoku ook niet. Is die ook voorbij? Namli kan zo doorlopen. Namli! Geweldige actie van Namli. Maar geen goal. Dit is goed gedaan. Door Namli, de uitblinker. Voor zover je daarvan kan spreken van de eerste helft. Hier is de Saimak. Mokhtar. En daar verlengt de Partijcek de bal nog. En dat scheelt maar heel weinig. Kastelen. Kastelen, mooi gedaan door Kastelen. En wordt hij dan niet uit balans gebracht, is de vraag. En dat is een terechte vraag. En ik denk het eerlijk gezegd wel. En daar ontsnapt Pek Zwolle dus aan een penalty. En Sendler tikt hem op zijn voet. Ja, dan is hij uit balans op het moment dat hij wil schieten. Het is een lichte overtreding, maar dat zijn ook overtredingen. Namli tegen de hand van Jansen, maar het is voordeel. En dan rost Thomas er maar net naast. Het lijkt wel een wat meer open wedstrijd te worden nu. En VVV helpt zelfs wat meer naar voren. Komt de voorzet. Oh, Poku en Boer met een fenomenale reactie. Moest zich helemaal strekken. Maar het wordt leuker. Zojuist die kans voor Thomas. En nu het antwoord van VVV. De kopbal van Opoku. Mooi weggedraaid. Opoku kan aardig schieten. Wat heet. Op de paal. VVV wordt echt beter in de tweede helft. Gaat ook wat gedurfder spelen. Wat meer mensen naar voren zoals Post nu. Maar dat houdt dan ook in dat het aan de andere kant mis kan gaan. Maar hier nog niet met Rutte die opstoomt. Rutte ook aangepakt. En de volgende gele kaart. Die is voor Dekker. Vrij trap. Oh, wat een mooie vrije trap van Van Krooij. Geweldige vrije schop in de bovenhoek. 0-1. VVV, dat in de eerste drie kwartier werkelijk niets deed in deze wedstrijd. Alleen maar tegenhield en ontregelde. Maar in de tweede helft wel degelijk momenten heeft laten zien dat het gewoon ook gewoon kan voetballen. Wat een prachtige vrije trap van Vito Van Krooij. Mokhtar. Tweede paal, vrije kopkans. Gelijk 1-1. Saimak. Het is de kleinste man, zo ongeveer bij Pek Zwolle. Maar als hij feilloos bediend wordt door Mokhtar, kan hij vrij inkoppen bij de tweede paal. Mustafa Saimak in de dubbele cijfers nu. Het is zijn tiende van het seizoen. Dat is goed gedaan door Sandler. De ruimte gevonden bij Eziboué. Vier man van Zwolle stormen 16 meter gebied in. Maar de voorzet is heel matig. Kan Bakker er nog iets van maken in combinatie met Mokhtar. Wat heet? Hij dwingt Oenerstaal tot een redding. Zwolle dringt aan. Deze wedstrijd was in alle eerlijkheid ongeveer een minuut of 20 leuk. Tussen de 55ste en 75ste minuut daarvoor en daarna ontregelde VVV Pek Zwolle. En zoals gezegd, Pek heeft de vorm niet om VVV te kraken. Wedstrijd tegen Pek, paar dagen later. Hoe kijk je nu terug op die wedstrijd? Nou, wel met een tevreden gevoel. Zo dat we een punt hebben gepakt tegen een uitstekende tegenstander die... Ja, misschien wel een van de best voetballende ploegen van Nederland is. En ja, gewoon weer lang in de wedstrijd gebleven. Goeie zelf een goede goal gemaakt. Tweede helft vond ik het meer een wedstrijd dan de eerste helft. De eerste helft liepen we er veel achter de feiten aan. De tweede helft werd het gelijkwaardig. Dus ja, al met al, je ziet dat wij niet verliezen van Zwolle uit en thuis. Vitesse uit en thuis. Groningen uit en thuis. Nou, ik denk dat we aan een heel sterk seizoen bezig zijn. De eerste 45 minuten hadden we natuurlijk niets te vertellen. Zonder dat we echt grote kansen weggaven. En die kansen die we weggaven, dat waren echt individuele acties van Namli bijvoorbeeld. En
Ja, tweede helft denk ik dat we ons... In de beginfase hadden we het nog wel een beetje moeilijk. Maar je ziet dat hun slordig worden, ongeduldig. En toen kwamen we ook beter in ons spel. Kwamen we meer in de duels. En ik denk dat we ook tweede helft meer kans hebben gekregen. Ja, blij dat je weer terug bent in de basis. En hoe ging het? Natuurlijk ben je blij dat je terug in de basis bent. Daar doe je het als voetballer voor om de wedstrijden te spelen. Alle wedstrijden te spelen. En ik denk dat het persoonlijk wel goed is gegaan. Ik heb geen last gehouden. Ik heb geen reactie gehad na de wedstrijd van mijn hamstring. Dus dat is positief. VVV pakt weer een punt tegen een van de betere ploegen in de Eredivisie en blijft in dat opzicht verrassen. Maar toch is er ook kritiek te horen. Sommigen vinden de ploeg van Stijn defensief en resultaatgericht spelen. Ah, dat is opvallend, want dat is sinds de wedstrijd bij AZ. Toen vond mijn collega het nodig om ons dusdanig neer te zetten als een counterploeg. En dat we alleen maar aan het verdedigen waren. Nou, dat klopt ook daarom dat we gewoon... AZ gewoon een veel beter elftal heeft dan wij. En toen hebben we het heel zwaar gehad. Maar alle andere wedstrijden, AZ thuis bijvoorbeeld, of Utrecht thuis, of Feyenoord thuis, hebben volgens mij prima wedstrijden gespeeld. Dus het is jammer dat eens een opmerking van een collega, en ook de spits had daar wat over te zeggen, dat dat gelijk door iedereen over wordt genomen. Dat wij in één keer een counterploeg zijn. Dus 20 wedstrijden lang word je bewierookt dat je leuk mee voetbalt. Dat je daar waar je kan probeert aan te vallen. En dat wordt via één wedstrijd wordt dat ineens niet gedaan. Dus dat vind ik heel opvallend. Ja, we spelen gewoon naar onze mogelijkheden. En daar halen we veel punten mee. Dus het maakt me eigenlijk allemaal niet uit wat iedereen ervan zegt. Nee. Dat doet je niks? Nee, helemaal niets. De punten zijn belangrijk toch? En die halen we. Hebben die mensen gelijk? Nee, vind ik niet. Voetbal is aanvallen en verdedigen. En ik denk dat we heel goed verdedigen. En ook goed aanvallen als we aanvallen. Dus ik vind het wel meevallen. Wij willen heel graag aanvallen. Wij willen zorgen dat het publiek een mooie wedstrijd krijgt. Nou, volgens mij hebben we hier de jubileumwedstrijd een aantal weken laten zien. Waar we toen in staat zijn tegen de landskampioen. Dus ja, als je dan tegen Vitesse thuis uitstekend uit de startblokken komt met 2-0. En uiteindelijk daarna Vitesse laat zien dat ze gewoon een veel beter elftal hebben, veel betere spelers hebben. Ja, dan word je vaak teruggedrongen. Maar dat is niet een kwestie van een bewuste tactiek. Dat is ook gewoon een kwestie vaak dat een tegenstander beter is. Binnenkort stellen we op dinsdag in VVV TV iedere week een elftal vragen aan een VVV-speler. Als eerste is doelman Lars Oenerstal aan de beurt. Heb je ook een leuke of originele vraag voor Lars? Dan kun je die insturen via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon en dat filmpje vervolgens opstuurt naar ons. Kritiek of niet, voor VVV is het seizoen al geslaagd. De club kan zich zaterdag in theorie al verzekeren van een nieuw seizoen Eredivisie voetbal. Directeur Marco Boros hoopt dan ook op een vol stadion. Want het aantal lege plekken, dat is eigenlijk het enige smetje op dit seizoen. Ja, ik weet niet wat dat is. Het valt toch, vind ik, een beetje tegen. Nou ja, goed, de afgelopen week hadden we natuurlijk te maken met slechte weersomstandigheden. Dat kan ik me zeker voorstellen. Maar goed, nu het weer ook weer wat beter wordt en de prestaties gewoon heel stabiel blijven. Dus heel erg goed. Ja, vind ik ook dat dit team met staf gewoon zaterdag een volle koel verdient. Want als we ons zaterdag kunnen handhaven, definitief kunnen veilig spelen. Nogmaals, is dat een prestatie van formaat. En dat verdient een heel groot compliment aan onze staf en onze spelersgroep. Ja, en wat is er dan mooier om dat in een volle koel te doen? Dat geeft die jongens ook een extra boost. Het probleem is niet nieuw. Ook vorig seizoen, toen VVV kampioen werd in de eerste divisie, was de koel regelmatig niet gevuld. Natuurlijk zijn er meerdere verklaringen voor het feit dat mensen wegblijven. En toch is er ook onbegrip. Ik vind met name gelet op onze prestaties. Kijk, een ploeg die minder presteert of een club die minder presteert, dat het daar wat minder is, zoals bij FC Groningen of bij Roda, dan begrijp ik dat. Maar wij doen het gewoon fantastisch. En een aantal jaren geleden in de Eredivisie zat de koel vol en nu is dat niet. En ja, goed, dat geeft me wel wat te denken, ja. Kan dat dan ook reden zijn voor spelers en staf, een trainer die misschien weggaat, een reden zijn om juist te vertrekken, denk je?
Nou ja, goed, het gaat natuurlijk altijd om je totale uitstraling. En ik kan me best wel eens voorstellen dat, dat spelers denken van, ja, weet je, is dat de club waar ik naartoe wil? En als ik dan kijk naar een stadion zoals dat van NAC, waar altijd sfeer en beleving is en waar heel veel spelers ook van aangeven, dat, wat geweldig om daar te spelen, ja, dat zou het hier ook moeten zijn. En Feyenoord vond ik wel een geweldig mooi voorbeeld hoe het kan. Dus het kan wel? Het kan wel, maar het gebeurt niet altijd. Alleen in de topwedstrijden. En de topwedstrijden zijn in de wedstrijd tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Maar ik vind dat de mensen ook moeten komen naar wedstrijden waarin we juist die steunkeerd nodig hebben. Zoals wedstrijden tegen Excelsior zaterdag. Een finale dus komende zaterdag in de Kool. VVV weet dat het bij winst op Excelsior ook volgend jaar in de Eredivisie speelt. Daarmee zou de doelstelling 7 wedstrijden voor het einde al zijn gehaald. Maar voelt het ook als een finale? Nee, helemaal niet. We kunnen ons veilig spelen als we al niet veilig zijn. Dat is natuurlijk, dat weet je pas achteraf. Maar ik denk dat we echt een heel eind op weg zijn. Ja, goed, de magische grens van 34 punten die kunnen we zaterdag al bereiken. 7 wedstrijden voor het einde. Dus ja, als wij een punt kunnen pakken zaterdag, dan zou dat een ongelofelijke stunt zijn om 7 wedstrijden voor het einde al veilig te spelen. Zaterdag is natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd, want het is ook een concurrent. Het staat dicht bij ons. En ja, wat dat betreft is het wel een belangrijke wedstrijd, maar ik vind dat je gewoon het hele seizoen gewoon goed moet presteren en dan komen de prestaties vanzelf wel. Ik zag deze week nog een leuk lijstje voorbij komen. De stand opgemaakt na de laatste 10 wedstrijden. Staan jullie 5e en Excelsior 7e? Ja, nou goed, we doen het allebei prima. Ik denk dat wij en Excelsior echt met elkaar te vergelijken zijn qua budget, qua begroting. Zij zitten in beide, met name in spelersbudget, hebben zij iets meer te besteden. Maar dat komt doordat ze wat langer in de Eredivisie zitten. Zoeken de spelers een beetje in hetzelfde segment. Een club waar rust heerst. Een coach die het uitstekend doet, die naar buiten toe altijd rust uitstraalt. Een ploeg die zich ontwikkelt. Dus ik denk dat wat dat betreft dat wij in heel veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Van tevoren hadden toch heel veel mensen op ons op plaats 18 ingeschat en Excelsior op plaats 16 of 17. Nou, ik denk dat we dat Mitchell en ik dat wat dat betreft gelogen gestraft hebben en de kritiekasters de mond gesnoerd. De van een hamstringblessure herstellende Damien van Brugge zal zeker ontbreken tegen Excelsior. Tristan Dekker en Torino Hunte kampen met lichte blessures en zijn twijfelgevallen. In Rotterdam won VVV eerder dit seizoen relatief eenvoudig met 0-2 van Excelsior. De openingstreffer was die prachtige loop van Clint Leemans na een fout van de doelman. Ralf Suntjes maakte tegen Excelsior zijn eerste eredivisie goal. De laatste ontmoeting in de Kool in 2014 won Excelsior met 2-0. Dat was in de eerste divisie. Op het hoogste niveau was er in 2011 een 0-0 gelijkspel en een 1-0 overwinning. Ocebo, tijd om eens wat uit te halen zou je zeggen. De voorzet is daar en het doelpunt. Het is Cullen die zijn eerste maakt voor VVV. Ocebo, ik denk niet dat het helemaal zo bedoeld is. Nou ja, het is wel heel precies en hij kijkt nog even van tevoren. Waar staat Cullen? En dan is de paas op maat, dus is het wel zo bedoeld. En is het voor Cullen niet al te moeilijk. Maar is het een hele knappe actie van Ocebo. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.